Op deze bouwplaats midden in aardbevingsgebied worden de nieuwste technieken gebruikt. Maggiorando per esempio i pilastri, avendo anche un cemento con maggior caratteristica a livello di trazione. Alle werkzaamheden waardoor gebouwen steviger worden en minder energie verbruiken, worden terugbetaald door de overheid. Die trekt voor de zogeheten superbonus 18 miljard uit, grotendeels Europees geld. La bilancia è assolutamente positiva, sia il numero dei cantieri, sia il numero del fatturato e anche il numero degli addetti della nostra azienda sono esponenzialmente cresciuti. Niet alleen hier, in heel Italië wordt sinds enkele maanden volop verbouwd. Veelal verouderde huizen worden moderner. En na de coronacrisis is er nog een belangrijk voordeel. Il settore dell'edilizia è un settore ad alta intensità di lavoro, quindi al fine di dare sostegno a persone che hanno perso il lavoro è stato importante anche stimolare questo settore con interventi appositi. De bedoeling van die zogeheten superbonus is dus dat die de Italiaanse economie zowel op korte als op lange termijn stimuleert. Maar er is ook één groot nadeel. De voorbije maanden is al voor honderden miljoenen euro's aan fraude ontdekt. De politie merkte dat bedrijven facturen indienen voor werkzaamheden die ze eigenlijk niet uitvoeren. Maar de fraude is geen reden om met de superbonus te stoppen, denkt de econoom. Perché i controlli sono controlli serrati. Ci sono questi tecnici del ministero, dell'agenzia delle entrate, che verificano elemento per elemento. Possiamo individuare delle persone che tentano, ma vengono individuate. Hier hebben ze in elk geval wel recht op de regeling. Dit wordt volgens het bouwbedrijf het stevigste gebouw van de hele stad.